Volgend weekend, zaterdag 29 en zondag 30 maart, de 57ste Rode Kruis wandeltochten. En daarvoor heb ik hier de voorzitter van de Hazewind, de organiserende vereniging, Joke Heinsbroek. Ja, Joke, welkom in onze studio. Ja, dankjewel. Alweer de 57ste keer. Wat een historie al. Ja, dat is zeker. Wij zijn wel een van de wandelverenigingen hier uit de Achterhoek die, denk ik, een van de oudste zijn. Want net de Gelderse Wandelbond heeft net het jubileum gehad. En dat was 60 jaar. Dus ja. We zijn wel een van de eerste, denk ik. Ja, ja, want jullie zijn van 1937, las ik op jullie site. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, wat dat betreft is het een hele oude vereniging. En wij hebben ook eigenlijk bestaan te danken aan de mensen die ermee begonnen zijn. Want vroeger werd veel geld voor de vereniging opgehaald door het oud papier. Mm-hmm. Wat eigenlijk jarenlang ingezameld is. En daar dragen wij nog steeds de vruchten van. We hebben nog steeds daar gelukkig wat geld van staan. Dat we daar elk jaar iets leuks mee kunnen doen voor de leden ook, die altijd druk zijn voor de vereniging. Ah ja, daar wie er allemaal actief bij zijn, daar gaan we daar nog even over spreken. Ja, de Hazewind, de wandelsport, gaat heel anders dan vroeger, hè? Mag je wel zeggen. Ja, klopt. Dat is heel erg veranderd. Vroeger was het in kleine groepjes. Je moest netjes in de rij lopen. Je moest gezamenlijk zingen. Je moest herkenbaar zijn, hè, je uniformtje aan. Vaak hadden de mensen ook nog vlaggen bij zich. Maar dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds minder geworden. Dat alleen eigenlijk de militairen die lopen nog netjes. En het is ook ongedwongener geworden. Het is ook meer genieten van de natuur. Ik denk dat het vroeger meer ook prestatiegericht was. En de mensen die nou meedoen, de meesten doen het toch om te genieten van de natuur en een mooie omgeving. Ja, zeker. Daar is natuurlijk wandelen uitstekend geschikt voor. Wat voor afstanden lopen jullie zoal? Nou, voor de tochten die we uitgezegd hebben, hebben we eigenlijk de 5 kilometer bewust gekozen voor gezinnen met kleine kinderen. En dan hebben we 10, 20, 30 en 40 kilometer. Dat is dus de Rode Kruiswandeltocht. En de wandelingen die wij zelf bezoeken, daar beginnen we met 10 tot en met 20, 25 kilometer. Omdat het anders te lang duurt dat je onderweg bent. En de mensen moeten dan vaak op elkaar wachten. Dus daar is het eigenlijk van 10 tot 20, 25 kilometer dat we lopen. Oké, dat betekent dus dat jullie ook vaak andere wandeltochten bezoeken. Ja. Hoe vaak doen jullie dat en hoe ziet zo'n wandelprogramma eruit? Ja, ja, we doen dat eigenlijk het hele seizoen door, behalve de zomervakantie, want er zijn dan minder tochten, omdat je dan de vierdaagsters hebt in Apeldoorn en in Nijmegen. Dus normaal gesproken hebben we eigenlijk elke 14 dagen op zondagmorgen, komen we om 9 uur bij elkaar bij het Gerrit Komrij College, dan kunnen we mooi onze fiets neerzetten. Ja. En van daaruit verzamelen we met auto's en dan gaan we carpoolen naar de plek waar we heen gaan. We gaan natuurlijk veel hier in de omgeving, zeg maar Haaksbergen heeft mooie tochten, Aalten, Varsseveld, Beek, Montferland, Oldenzaal, die kant gaan we ook wel op, Hengelo, Zelmbargen, eigenlijk hier de omgeving eigenlijk. We willen eigenlijk niet verder dan een uur rijden, want dat vinden we in de auto zitten, de mensen die 10 kilometer lopen, die lopen 2 uur, 2 uur en een kwartier, 2,5 uur. En dan zul je 2 uur in de auto zitten, een uur heen, een uur terug, dus dat willen we liever niet. Ja. Ja, hier in Winterswijk kun je natuurlijk prachtig wandelen, maar al die gebieden dat je opnoemt, is het ook natuurlijk heel mooi wandelen. Hè? Ja, het is juist zo leuk om in andere plaatsen te wandelen. Je ziet hele andere dingen. Ja. Het zijn vaak gepeilde tochten, dus het is heel ontspannen lopen ook. Je hoeft niet met een route in je hand te lopen, dus je kan veel meer genieten van de omgeving. Nou ja. En je kunt ook gezellig met elkaar even, sommige mensen zien elkaar alleen bij de wandelclub, dus dan heb je ook vaak weer een thema om even te praten van waar je zelf eventueel gewandeld hebt. Want we hebben wel een aantal mensen van de vereniging die gaan tussendoor samen nog een keer door de week wandelen. Degene die niet meer werken. Of een aantal die gaan trainen voor de vierdaagsters. Dus die spreken tussendoor een paar keer ad om even de kilometers te maken. Dat is heel belangrijk om dat in de benen te krijgen voor de vierdaagsters. Ja, uiteraard. Dat is ook heel belangrijk. Schiet me even iets te binnen. Wandelen, daar heb je weinig voor nodig. Maar je moet denk ik wel een beetje letten op schoeisel en op kleding wellicht. Ja, heel belangrijk is goede schoenen, goede sokken. Want als je natuurlijk sokken aan hebt, zeker als je een beetje warme voeten hebt, klamme voeten hebt, kun je heel snel blaren lopen. Dus, en is daar het weer nog bij van invloed? In de winter vind ik eigenlijk niet. Ik heb het meeste last zomers. Zeker als het erg warm op. Sommige mensen krijgen dan last van stuwing in de benen. Krijg je hele nare, rode uitslag. En dat gaat zeer doen als je daar veel last van hebt. Ja. En daar kun je eigenlijk weinig tegen doen. De een heeft daar gewoon meer last van dan de ander. Dus de sok is heel belangrijk. En vooral ook vaak de sokken zonder naden.
die naden en ook de naden in je schoenen, daar loop je blaren mee. En de schoenen zelf, kun je daar iets over zeggen? Stevige schoenen neem ik aan. Ja, stevige schoenen. Ja. En dat ligt ook aan je voeten wie je hebt. Je hebt tegenwoordig dat Gore-Tex materiaal. Als je hele warme voeten hebt, is Gore-Tex eigenlijk niet zo goed. Dan kun je beter leren schoenen nemen, die ademen beter. Dus als je naar een schoenen speciaal gaat, zaak gaat, die zegt meestal ook wel, waar heb je warme voeten, heb je koude voeten. Dus die stellen dan wel voor, dan kun je beter dat materiaal nemen. Ja. Goed, je hebt er niet zoveel nodig bij het wandelen, maar het is wel iets om in de gaten te houden. Ik zag de foto's van de Rode Kruistocht van vorig jaar. Toen was het heel erg koud en dan moet je wel heel goed kleden. Maar ja, ook weer niet te veel, hè? Want daar heb je ook wel last van op een gegeven moment. Ja, klopt. Vorig jaar was het echt extreem. Ja. We hebben ook de helft van het aantal wandelaars gehad dan normaal. Het was volgens mij het koudste weekend. Ja. En daar moet je zeker aan denken dat je laagjes over elkaar aandoet. Niet te veel, want het is zo, met wandelen heb je het snel warm. Ja. Dus het is meestal een goed onderhemd. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Zelfs in de zomer. Die goed het vocht opneemt, want als je een koude rug krijgt, dat is niet fijn lopen. Ja. Dus eigenlijk zo'n speciaal onderhemd die het vocht opvangt. En dan meestal een dun shirt, een lekker vlies en een winddicht jack. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, wat is dat winddichte, dat laatste laagje. En dat moet niet te warm zijn. Omdat je door het lopen krijgt vanzelf warm. Ja. En als het extreem koud is, veel mensen hebben dan ook graag natuurlijk een petje op. Want door het hoofd verlies je de meeste warmte van je lichaam. Ja. Dus dat is dan ook heel belangrijk, dat je iets op je hoofd hebt. Ja, maar verder kun je eigenlijk altijd wandelen. Hè? Het is niet zo dat er een bepaald seizoen is voor het wandelen. Je noemde zelf al, in de zomer gaan jullie niet wandelen, maar verder kun je eigenlijk het hele jaar door. Ja, het hele jaar door. We lopen in de zomer dus wel, ook als vereniging, maar dan lopen we vaak zomeravondtochten. Die vertrekken vaak in Eibergen, in Haaksbergen, van de camping. Ja. En dan loop je door de omgeving, dat is dan 10 kilometer. Ja, ja. En dan is het natuurlijk heerlijk ontspannen. Ja. Korte broek, lekker shirtje aan en dan heerlijk genieten van de mooie omgeving hier. Ja. Ja, op 2 dagen, dat was wat me gelijk opviel. Is dat speciaal? Ja, dat doen we toch speciaal voor mensen bijvoorbeeld die op zaterdag moeten werken. Die een winkel hebben of die in de verpleging zitten. Die vaak weekenddiensten hebben en 1 dag wel vrij hebben. En je hebt ook mensen die het fijner vinden om zondag andere dingen te doen. Dus die liever zaterdag lopen. Ja, dus in principe kun je zowel zaterdag als zondag hetzelfde programma lopen. Ja, je hebt ook wel mensen die de ene dag bijvoorbeeld, die zijn aan het trainen voor de Vierdaagse. Die doen de ene dag lopen ze de route van 30 en de andere lopen ze die 20. Dus dan hebben ze het weekend weer 50 kilometer in de benen. Oh ja, zo ja. Want je vertelde al een beetje over de afstanden. In het begin dacht ik bij 5, hè, voor de gezinnen met kinderen neem ik aan. Hè? Ja. En dan zo doorgaande tot 40. Tot en met 40, ja. 10, 20, 30, 40. Ja, en over aantallen deelnemers, je noemde al in het voorgesprekje 1000 tot 1500. En vorig jaar iets minder, want dan was het heel erg koud. 1000 tot 1500, wat betekent dat voor de verschillende afstanden qua aantal deelnemers? Lange afstanden, korte afstanden? Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. 5 kilometer zijn meestal de minste deelnemers. Ja. 10, 20, nou, dat is eigenlijk gemiddeld. En 30, 40 zijn echte mensen die de Vierdaagse in Nijmegen en Arnhem lopen. Ja. En dus dat zijn ook de kleinere groepen. Dus 10, 20, 10, 15, 20, daar lopen de meeste mensen. Ja, en uiteraard betekent dat vanwege de spreiding in afstand dat jullie ook verschillende starttijden hebben. Want voor de langere afstanden moet je te vroeg weg. Ja, klopt. Om 7:30 start het startbureau gaat dan open. Dus de lange afstanden, 30 en 40 kilometer, die kunnen vanaf 8:00 vertrekken. Want als je ook rekent 40 kilometer, die lopen gemiddeld zeg maar 5 kilometer per uur. Ja. Dus die zijn ook de hele dag bezig, dus die kun je niet laten vertrekken. Ja. Dus die lange afstanden die kunnen van 8 tot 9, van 9 tot 10 vertrekken. En de kortere afstanden die kunnen nog tot 12:00 vertrekken. Dus dat is gewoon het grote verschil. Dus de start is ook verspreid over de hele dag, dus je hebt niet gelijk dat hele hordes weglopen. Ja. Want dat is natuurlijk voor de route ook niet leuk. Ja, dus de mensen lopen elkaar niet in de weg? Nee, de mensen lopen elkaar niet in de weg. Nee, die lange afstandlopers die staan echt te trappelen 's morgens, want die willen zo snel mogelijk weg. Ja. En met kinderen kun je nog zeggen, jongens, we gaan om 12:00 nog lopen. Dus dat is heerlijk. Ja. Ja. Een nieuwe startlocatie begreep ik ook dit jaar voor het eerst vanaf Zaal Nijenhuis. Ja, vanaf Zaal Nijenhuis. We waren altijd bij Wamelink. Daar zijn we, nou, ik weet niet precies hoe lang, maar jaren geweest. En dat is vorig jaar is dat overgenomen door de WOC. Dus daar hebben we vorig jaar hebben we daar de start gehad, de medewerking gehad van de nieuwe eigenaar. Die vond het ook fantastisch om te zien hoe alles liep. We hebben het daar prima gehad, maar we vonden het zelf toch niet fijn. Het is een restaurant.
Dus aan het eind van de dag de wandelaars die binnenkwamen, die zijn soms vies, die zijn koud, die zijn moe. En dan moet je langs mensen lopen die met eten bezig zijn. Ja. En dat vonden we toch niet fijn. Ja. Dus dan hebben we gezocht naar een nieuwe locatie. Dus hebben jullie er zelf voor gekozen om een andere locatie te gaan zoeken? Ja, ja, ja. We hebben de eigenaar heel hartelijk bedankt. Ja. En gezegd van ja, we vonden het heel fijn, maar we zoeken naar een nieuwe locatie. Ja, want het was al heel lang bij Wamelingen, zolang ik me dat kan herinneren. Ja, ja, ik ook. Ik weet ook niet precies hoe lang we daar gezeten hebben, maar tientallen jaren weet ik wel. Ja. En dus we zochten graag iets, ook bij het station natuurlijk, want er zijn eigenlijk veel mensen die het liefst met de trein willen komen. Mm-hmm. En het is een mooie locatie natuurlijk ook qua parkeergelegenheid. Mm-hmm. Bij het Combrijk College kun je mooi neerzetten. Bij de Lidl is natuurlijk zondags ook niks, kan het parkeerterrein. Bij de Landbouwbond, je hebt hier, de auto's kun je hier natuurlijk heel makkelijk kwijt. Ja, en je hebt ook een behoorlijk grote locatie nodig, want 1000 tot 1500 deelnemers. Ja, nee, dat is wel heel fijn. Want de mensen die aankomen, die komen toch uit de omgeving. Die willen altijd meestal eerst even een kopje thee of een kopje koffie drinken. Dus iedereen krijgt dat. Als ze terugkomen, willen ze ook meestal weer wat drinken. Moeten ze ook even rustig bijkomen voordat ze weer naar huis gaat. Dus die grote zaal, die hebben we echt wel nodig voor de mensen. Ja, de routes. Ik begreep ook van jou dat je in principe elke keer weer een andere route kiest. Dit jaar dacht ik, Wold, Miste... En Bredevoort? Ja, nee, Wold niet. Miste, Corle, Bredevoort is eigenlijk de route. Het westelijk deel van Winterswijk. Ja, een stukje Wold wordt misschien nog meegenomen met de korte afstand. Dat weet ik niet precies, want die heb ik zelf niet gelopen. Ja. Als leden gaan we meestal in groepjes de routes nalopen. Mm-hmm. Om te kijken met de routeaanwijzing in de hand of er misschien iets... Ja, als je hier woont, let je niet allemaal zo goed weer op. Dan loop je automatisch vaak goed. Ja. Dus we gaan meestal met onze eigen leden altijd even de route nalopen een paar weken van tevoren. Dan kunnen de laatste foutjes, als ze er al mogen zijn, kunnen er nog uitgehaald worden. Dus die hele korte route heb ik niet gelopen. Maar ik weet wel dat hij dus richting zeg maar een Wameling gaat. Daar ben je natuurlijk het eerste weer buiten. Ja. En dat is natuurlijk een heel mooi gebied. En we hopen altijd in het voorjaar dat de bosanemoontjes bloeien. Ja. Dus ik denk dat het dit jaar weer gaat lukken. Oké, nou ja, we hopen het ook allemaal een mooi weer. Het ziet er goed uit, de temperatuur. Ja, het ziet er goed uit. Ik heb gezien volgende week 's nachts min 1 en overdag 10 tot 11 graden. Nou, met een zonnetje erbij is heerlijk. Ja, fantastische wandelomstandigheden natuurlijk. Ja, je vertelde heel verschillende afstanden. Dat betekent ook een aantal rustpunten. Met name dan voor die langere afstanden. Ja, klopt. We hebben de grote rust hebben we bij Menting, de boerderij, bij het Rommelgebergte. Mm-hmm. Daar komen alle afstanden om. Mm-hmm. Daar wordt koffie, soep kunnen de mensen krijgen, een broodje. Ja. Van alles wordt eigenlijk door onszelf aangevoerd. Dat wordt ingekocht bij een supermarkt, wordt daar neergezet. En de eigen leden verzorgen dat eigenlijk. Ja. Worden netjes banken neergezet, en koffie, thee, alles wordt daar. Warm chocolademelk, je wilt niet weten wat er allemaal is. En die opbrengst daarvan, al onze leden worden daarvoor ingezet. We hebben ongeveer zo'n 24 tot 28 leden die meedoen die twee dagen om te zorgen dat alles goed verloopt. Ja, ja, er zijn onderweg bij de rustpunten verkeersregelaars heb je nodig, stadbureau, er komt heel wat bij kijken. Ja, klopt. Dus je hebt heel veel mensen nodig. Ook de routemakers beginnen dus zeg maar aan het begin van het jaar. Je hebt mensen onderweg die moeten staan, de rusten moeten bemand worden, de boodschappen moeten gedaan worden, het startbureau. Ja. Er moet geregeld worden, ja jongens, hoeveel broodjes moeten we hebben, hoeveel drank moeten we inkopen. En eigenlijk dat wat we daaraan overhouden, ja, daar leeft onze vereniging het hele jaar van. Dat is natuurlijk heel fijn. Ja. Daar kunnen we onze leden eigenlijk heel veel extra dingen mee bieden. Ja, iedereen moet natuurlijk zijn steentje bijdragen. Anders is de organisatie van zo'n grote tocht, want daar praten we het uiteindelijk over, is niet mogelijk zonder al die vele vrijwilligers. Nee, klopt. De meesten doen ook echt 2 dagen mee als vrijwilliger. Ja. Als het kan, er zijn er een paar die trainen voor de Vierdaagse. Dan wordt dan meestal gezegd, nou dan kun je 1 dag meelopen en de andere dag help je. Mm-hmm. En dus dat wordt dan eigenlijk wel min of meer van iedereen verwacht om in ieder geval een paar uur te helpen. En dat is ook heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Ja. Je hebt allemaal enthousiaste mensen die het over de tocht hebben, hoe mooi ze het vinden. Ja, maar misschien kom je steeds dezelfde mensen tegen dan, neem ik aan. Hè? Ja. Al die wandelaars die ook je andere tochten deelnemen, hè, dan kom je elkaar weer tegen. Ja, dat klopt. Je hebt bepaalde groepen die standaard hebben. Wij gaan elk jaar naar de Rode Kruistocht. Dus het is heel leuk als je die mensen weer kunt verwelkomen. Ja. Ik sta meestal bij de deur om de mensen even te verwelkomen. Dus dan is het ook vaak, oh wat leuk, een nieuwe locatie, even een praatje maken, hoe gaat het? Ja. En dat doen wij zelf ook. Je hebt altijd favoriete plaatsen waar je graag heen wilt om te gaan wandelen. De route zelf, zijn die helemaal uitgepeild? Hebben de mensen ook een beschrijving bij zich? Hoe gaat dat? Ja, zij krijgen een beschrijving mee, maar dat is eigenlijk alleen voor nood. Alles is gepeild, dus je weet rechts, linksaf of rechtdoor. En als de mensen gaan twijfelen op een gegeven moment, we zeggen altijd, als je na een paar minuten geen pijltje meer ziet, dan zit je verkeerd.
Dus dan kunnen ze even op de route om te kijken van... En ze kunnen dan altijd eventueel even bellen. Dat ze kunnen zeggen, we staan daar en daar. We zitten niet goed, okay. We weten niet welke kant we op moeten. Maar in principe, als je de pijlen volgt, heb je de route niet nodig. Oké, okay, en waar beginnen jullie al met uitpeilen? Ik neem aan, misschien vrijdag al, denk ik, hè? Ja, ja, vrijdagmorgen om 8 uur starten ze al met uitpeilen. Gaan ze overal de pijlen ophangen. Nou, dat moet dan zaterdagmorgen voordat ze starten... gaan de mensen er al wel langs om te kijken of er misschien af en toe... Sommige mensen vinden het leuk om pijltjes wel eens om te draaien of pijltjes weg te halen. Ja. Dus dat wordt dan zaterdagmorgen weer gecontroleerd. En zondagmorgen weer wordt het weer gecontroleerd. En dan fietsen eigenlijk een aantal mensen aan het eind bij de laatste wandelaars. En die beginnen dan alweer langzamerhand met de bordjes eraf te halen. Want dan moet ook allemaal weer afgehaald worden. Ja. En weer netjes opgeborgen worden. Heel veel werk natuurlijk, hè, om zo'n hele mooie tocht te organiseren. De route zelf, lopen die niet allemaal over de openbare weg, neem ik aan? Nee, wij proberen altijd zoveel mogelijk om het niet over de drukke wegen te doen. Geen harde wegen. We willen eigenlijk proberen zoveel mogelijk de kleine, leuke paadjes. Onverhard. Ik moet zeggen, zelf loop ik ook het liefst op onverharde wegen. Zeker als je wat ouder wordt en je krijgt wat last van knieën of heupen. Dan zijn onverharde wegen gewoon veel beter. Want dat is ook sommige mensen die zeggen van... ja, ik loop alleen maar de Vierdaagse van Apeldoorn, want dat is zand. Ja. Ja. Ik kan niet op Nijmegen op die harde wegen lopen. Ja. Dus dat is ook het verschil van wandelaars. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld nog nooit Nijmegen gelopen. Ik heb iets aan mijn heupen, dus moet ik gewoon niet doen. Ja. En Apeldoorn heb ik wel gelopen in het zand. Ja. En sommigen zeggen, oh, dat is zo zwaar, maar doe mij maar zand. Ja, dat betekent dat je rond Winterswijk daar hele mooie routes kunt uitzetten. Want we hebben nog uiteindelijk heel veel zandpaden. We hebben nog heel veel zandwegen en hele mooie paadjes binnendoor. Ook vaak langs de beken waar mooie paadjes lopen. En onze routemakers, die kikken erop om elk jaar toch nog een klein nieuw stukje te vinden van... jongens, dat hebben we nog nooit gedaan. Ja. En dat wordt dan ook vaak over privé grond gelopen. Dus aan de boeren moet dan echt toestemming gevraagd worden. Mogen we dan en dan over die route lopen? Ja. He, dus dat is wel... dat is een van de uitdagingen waar ze elk jaar weer mee zitten om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en ditmaal ook een stukje over het landschap van de Gelderse kastelen, begrijp ik? Ja, Gelderse kastelen en landschap, daar lopen we ook overheen. En daar moet je ook toestemming voor vragen. Ja. Dus dat hebben we toevallig vorige week toestemming van gekregen, dat prima is. En zo kun je elkaar ook helpen. Wij promoten het een beetje. En zij geven dan toestemming voor ons dat we daar overheen mogen lopen. En wij zorgen dan ook wel, we lopen de route echt na en met de fiets ook om te kijken dat er geen viezigheid blijft liggen, geen pakjes drinken die weggegooid worden of bekertjes. Dus dat proberen we altijd zo netjes mogelijk weer achter te laten. Ja. Nou, een hele mooie tocht natuurlijk. Heel veel deelnemers uit heel Nederland wellicht, hè? Of misschien zelfs uit Duitsland ook. Ja, dus ik maak ook altijd reclame. Ik heb de foldertjes en de poster een paar weken geleden naar Vrede en naar Uerding gebracht. Daar breng ik altijd de foldertjes heen. En er zijn regelmatig een vaste groep Duitse mensen die altijd hier komen wandelen. Die vinden het fantastisch mooi. Ja. En verder uit heel Nederland. Ja. Heel veel deelnemers, 1000 tot 1500 vertelde je. Ja. Maar over zo'n groot gebied vind je ze... Niet meer terug, denk ik, hè? Nee, als je bij een rust bent, dan zul je misschien dus 40 man zien hooguit. Ja. Maar de rest verspreidt zich over de route, dat je het eigenlijk niet tegenkomt. Ja. Nee. Gelukkig dat niet iedereen op hetzelfde moment vertrekt, hè? Zou het niet leuk zijn. Ja. Nee. Dus het is verspreid over de hele dag en dat is heerlijk. En dat is ook bij de binnenkomst, aan het eind weer. De wandelaars komen ook, tussen 12 en tussen 4-5 uur komen ze weer binnen. Ja. Ja. Dus dat is heerlijk, heerlijk relaxed voor iedereen. Ja. Nou, 29 en 30 maart, de 57e Rode Kruistocht. Rode Kruis, dat moeten we niet vergeten. Een deel van de opbrengst is voor het Rode Kruis. Ja, we doen altijd voor het Rode Kruis. Daar wordt een extra bedrag voor betaald. En zo helpen we elkaar. Ook Rode Kruis wordt weer bekendgemaakt. Want de Rode Kruis is zelf dan nog aanwezig? Ja, de Rode Kruis is de hele dag aanwezig. Dus daar hoeven wij ook dan niks voor te betalen. Dat is natuurlijk ook ideaal, want tegenwoordig moeten die natuurlijk ook een kleine vergoeding hebben voor hun werk. Dus die zitten overal onderweg, op de rusten zitten ze. Ja. En wij doen altijd ons best om zoveel mogelijk mensen te krijgen. Dus des te meer kunnen we ook aan hun afdragen. Ja, nou eenmaal, ze hebben ook een mooie site, heb ik gezien, hè? www.dehazewind.nl. Daar kunnen mensen foto's bekijken, bijvoorbeeld, van de vorige tochten. Ja, klopt. We hebben hele leuke foto's daarop staan. En er staat ook altijd ons programma, wat we de komende weken, waar we gaan lopen, waar we heen gaan. En we verzamelen dan altijd voor die tochten. Dat is meestal één keer in de 14 dagen. Bij het Komrij College. Ja.
En dat programma staat er al in. Ja. En meestal hebben we een maand of drie van tevoren staat daarin. Ja. Dus dan kunnen de mensen ook zien waar we heen gaan wandelen. Ja. Nou Jok, zijn we er iets vergeten? Heb je nog iets te melden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zo'n vereniging eigenlijk alleen maar kan bestaan door de mensen, de inzet die ze hebben voor de vereniging. Mm-hmm. Zeker die routemakers die het al jaren doen, die wil ik toch wel even extra noemen. Dat is toch heel belangrijk. En die hebben natuurlijk een aantal standaardroutes staan. En om de 5 of 6 jaar halen ze een route weer van de plank. En dan gaan ze kijken hoe kunnen we die een beetje aanpassen aan de tijd van nu. Ja. En elk jaar lukt het weer om een hele mooie route te krijgen. Ja, hele mooie tocht. Heel veel deelnemers. Ja. Joke, ik wens je heel veel succes met de organisatie. Ja. Ik weet zeker dat het weer fantastisch zal worden. Ja, daar ga ik ook vanuit. Zaterdag 29 en zondag 30 maart. De starttijden hebben we genoemd. Ja. Heel veel succes met de organisatie. En bedankt voor dit gesprek. Ja, ook dank u wel. Hè. Ja.